Nou, ik ben hier aan de achterkant van het paard bij de wagen en uh, ik wil het even hebben over de Ideal panieksluitingen. We hebben hier eentje zitten, die is 87 mm. Dit is een miniatuurpaard. Uh, voor grote paarden zijn ze ook in 125 mm te koop. Nou, zo'n panieksluiting die zit eigenlijk standaard vast hier aan de wagen. En uh, we kunnen aan de andere kant, kunnen we de streng aanhaken. Nou, in dit geval is dit uiteinde van de streng, dit hoort bij het uh, tuig. Um, deze is gemaakt voor deze panieksluitingen, dus dat is natuurlijk ideaal. Um, als ik aan dit ringetje trek, dan schiet die open en dat gaat eigenlijk vrij makkelijk, hoeveel kracht er ook op staat. Nou, en dat is het grote voordeel van deze sluitingen, want bij een streng strop uh, wordt die streng eigenlijk om het, uh, om de zweng heen gedaan, waardoor je hem onder spanning niet kunt openen. Daar zijn deze sluitingen voor. Nou, dichtklikken gaat net zo eenvoudig. Dus dit is eigenlijk heel erg sterk, totdat er iets aan de hand is en dan trek ik aan het haakje en dan gaat hij los. Dat is het idee van de panieksluiting. Nou, deze panieksluiting in combinatie met een strengstrop. Die strengstrop is natuurlijk gemaakt om om het zwengetje te gaan zonder de panieksluiting. En die trekt zichzelf vast, waardoor als het paard aan de wagen trekt, dit steeds strakker komt te zitten. Als we dit nou niet willen gebruiken, maar we willen een ideal panieksluiting gebruiken, dan trekken we deze lust even uit en dan blijft er dit over. Nou, dit leertje is nu eigenlijk nutteloos, dus die doe ik even naar de zijkant. En uh, wat we zien is hier een ringetje waar ik de panieksluiting heel eenvoudig aan kan klikken. Op deze manier. En op die manier gebruiken we dus wel de veiligheidspanieksluiting. In combinatie met een strengstrop. Dus in dit geval hebben we twee keuzes. We kunnen hem of zo gebruiken, of we gebruiken hem zonder de panieksluiting als strengstrop. Uh, dit is overigens natuurlijk veiliger, want op het moment dat ik aan dit ringetje trek, dan gaat hij open. Hoeveel kracht daar ook op staat.